Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken door soms lachen en rouwen te combineren, waardoor de sfeer opeens ruig seksueel wordt. En deze week zijn daar een hele hoop mensen en twee klokkenluiders. Hey. Oké, deze week gaan we weer langs bij het onderwijsinstituut dat niet alleen opleidingen aanbiedt, maar ook slechte financiële regelingen. Jawel, we gaan weer eens langs bij NCOI. Daar waar we met Klaske vorige keer waren omdat ze stopte met studeren, omdat de opleiding een bullshitopleiding was, maar ze toch nog even 8000 euro moest aftikken voor een half jaar studeren. Kijk. De Hoge Raad heeft deze praktijk als onredelijk bestempeld. Snap jullie. Ja. Nou, dus wij dachten, wij komen even aftikken dat ze 3300 euro in ieder geval niet hoeft te betalen. Nou, daar gaan we nu dus weer heen. Let op. Oké, we hebben een leuke aflevering. Ja. Ja. Hey, luister, we gaan naar... NCOI. NCOI, dat is haar onderwijsinstelling. Daar zijn we al een keer geweest. Oké, let op. Vandaag zijn drie dingen belangrijk. Er zijn drie hoofdstukken die we aangeraken. 1 is eigenlijk wat we vorige keer al aangeraakt hebben. Namelijk bijvoorbeeld een Klaske die voortijdig stopt met de opleiding. Heel veel kosten doorgerekend krijgt. Waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen, hey, dit is raar. Volgens mij als je een opleiding van 20.000 euro doet en je stopt na een half jaar vanwege shitty onderwijs, waarom krijg je dan 8.000 euro op je rekening, zeg maar? Nou, daarvan heeft zelfs de Hoge Raad dus gezegd, dit mag niet. Ook niet als in de kleine letter staat, dit mag niet, dit is onredelijk. Ja? Ja. Oké. Tweede punt wat we vandaag gaan bespreken zijn alle overige kosten. Daar lopen we zo even doorheen. Dus dat gaat over de kosten waar je tegenaan loopt als student als je daar studeert. Het gaat van de lunch tot aan het mogen inzien van je gemaakte tentamen. En het derde waar we het vandaag over gaan hebben is de subsidiestroom. Want NCOI heeft vanuit DUO gesubsidieerde opleidingen, bijvoorbeeld in de zorg, waar tekort aan is in de maatschappij, om mensen binnen te trekken, gaat deze opleiding doen. Als je hem gaat doen, krijg je korting. En dan is de vraag, gaat dat allemaal even netjes? En de spoiler is... Denk het niet. Denk het ook niet. Goed, in het college van net hebben we dus uiteengezet wat de problemen zijn bij NCOI. Anders gezegd, zij zouden naar verluid allerlei kosten opvoeren. En lieve mensen, dat werkt. We quoten de quote even. Uit het recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd jaarverslag blijkt dat de winst met bijna 40% gestegen is tot 32 miljoen. Daarnaast ging ook de omzet met een kleine 9% omhoog. 236,7 miljoen. De in investeerderskringen geliefde EBITDA steeg vrijwel net zo hard als de netto winst. En kwam uit op 41,7 miljoen. Nou, kijk aan. De directeur van NCOI, Robert van Zanten, staat dan ook met zijn vermogen van 330 miljoen op plek 109 in de quote 500. Leuke fun fact, Robert van Zanten wil nooit meewerken aan portretten over zichzelf, want, zo zegt zijn secretaresse, ons kleine Robert wil zoveel mogelijk uit de publiciteit blijven. Ja, nou, dat begrijpen wij ook wel als zelfs de Hoge Raad keer op keer zegt dat je bedrijf onterecht hoge kosten rekent en je rechtszaken verliest. En als er dan twee werknemers of ex-werknemers, dat laten we even in het midden, beginnen te praten, zou ik zelf ook nog even in de luw te blijven zitten. Maar dit is hem dus, Robert van Zanten, chef NCOI. Het bedrijf met een netto winst van 41,7 miljoen, rotzooierige opleiding en verloren zaken bij de Hoge Raad. Nou, weet je wat dat betekent? Dat je je geloofwaardigheid als bedrijf misschien maar eens 6 voet diep moet leggen. Toch? Precies. Nou, dan gaan we dat toch regelen. Oké, wat gaan we doen? We gaan naar deze boevenbende toe. Ja. Toch? Mm-hmm. NCOI, dat wordt waarschijnlijk de grootste aanbieder van onderwijs in dat genre, zeg maar. Ja, ze gaan LOI overkopen, las ik. Het ding is een beetje, dat vorige keer dat we hier waren, dat we al zoiets hadden van, ja, jullie zeggen nou wel, we gaan het regelen. Mm-hmm. Maar we horen heel veel andere signalen. Ja. Dus wat gaan we doen, Marije? We gaan de geloofwaardigheid van NCOI begraven. Ja, ik dacht al, waarom heb je dit voor je gezicht? Ja. We hebben ook een violiste. Hai. Als jij nou eens alvast een klein voorproefje geeft van wat we gaan spelen. Even kort. Fuck je zwaar, dat ding. Is dat heel zwaar? We hebben een grafkist. En daarin zitten alle artikelen, dat komt zo wel. Ja. Maar die gaan we dus daar in de lobby zetten. Okay. En dan gaan we een kleine uitvaart doen voor de geloofwaardigheid van NCOI. Ja, helemaal zin in. Karim! Kom even helpen. Zo. Hoe zou ik moeten liggen, denk je? Ook even proberen. Oké. Ga maar liggen. Op al die spullen? Ja, op alles maakt dat niet uit. Het wordt helemaal warm van binnen. Dit is jouw droom, hè? Ja. Okay. Dit is lachen. Zullen we je gewoon in laten liggen dat we je daar eruit halen? Nee. Moet je wel even die stoelen nog? Nee, stop. Nee. Je bent dood, jij voelt dan niks. Dan stik ik. Nee, Tim. Wat? Oké. Auw, doe je voet even goed.
Ja, het is dit of Marije in de rechter. Gaat het? Nee. Goedemiddag. Hi. Zo. Hallo. Alex. Hi. Welkom op de uitvaart van de geloofwaardigheid van NCOI. Ik ben Alex. Gecondoleerd. Dankjewel. Ja. Wat is er aan de hand, jongens? We hebben vandaag de uitvaart van jullie geloofwaardigheid. Oké. Okay. Ja. 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 Er zitten feitjes in. Hey. Zeker. Nou, waar gaan we heen? Want ik moet even kijken wat de kist daarheen kan. Ik kan erheen. Schud. Lopen jullie mee? Ja, zeker. Laten we die kist even meenemen. Hallo mevrouw. Gecondoleerd. Ja, jullie ook. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hoezo ben jij er zo vroeg bij? Zag je ons aankomen? Natuurlijk, jullie worden gesignaleerd. Oh ja, dat is ook wel handig eigenlijk. Mag ik jullie wel een kop koffie aanbieden, even voordat we de uitvaart? Dat is goed. Wij hebben de cake. Jullie hebben de cake? Als jij de koffie haalt. Heb jij de vorige aflevering gezien? Ja. Ja, waar ging die over? Die ging over Romy. En ja. Daar hebben we uiteraard uitvoerig mee gesproken. Ja. En naar beide partijen naar tevredenheid opgelost. Ja. Heb ik begrepen. Oké, dat is prettig. Nou gaat het daarom dat er te veel kosten gerekend worden als een student stopt met studeren. Nou weten wij ook dat als je naar de Hoge Raad gaat met zo'n zaak, dat zij zeggen, jongens, jullie mogen helemaal niet doen wat jullie doen bij NCOI, toch? Mm-hmm. Is dat beleid al aangepast? Mm-hmm. Ja? Absoluut. In de kleine letters ook? Ja, nou heb ik die cake, heb ik het in mond. Dat is goed voor de moeilijke vraag natuurlijk. Is dat helemaal aangepast? Nee, het is geen moeilijke vraag. Maar... Mag ik muziek? We zijn nou begonnen. Het is zo dat wij die kleine lettertjes, die worden door de NFBO gemaakt. Een brancheorganisatie. Ja. Samen met de Consumentenbond. Ja. Je mag de kosten doorberekenen tot nu toe. De daadwerkelijke kosten. Ja. Maar ook een vergoeding voor de kosten die al gemaakt waren. Ja, in alle redelijkheid dus. In alle extra. Ja. En waarom deden jullie dat nou eerst dan niet? In alle redelijkheid. Waarom was die redelijkheid er pas omdat als RTL en wij erop duiken? Omdat die redelijkheid... Dat ga... Kan die iets zachter? Of, ja. Die redelijkheid, dat gaat over aantoonbaar de kosten die gemaakt zijn voor die opbouw. Daar ligt die redelijkheid. Dat konden jullie niet. En dat konden wij op dat moment niet. Nee, dat is raar eigenlijk. Nou, omdat we het was heel erg moeilijk te doen. En nu kunnen we daadwerkelijk aantonen... wat zijn nou de redelijke kosten die volgens de Hoge Raad mogen worden doorberekend. Ja. Dat kunnen we op Excel-sheet helemaal aantonen. Ja. Heb je dat Excel-sheet? Ja, die kan ik wel voor je halen. Dat is goed. Ja, wel benieuwd. Dan gaan we even door het lijstje heen van de klokkenluiders. Die zeggen, arrangementskosten voor lunch en drinken is 25 euro, toch? Klopt? Ja. Ja, avond is minder, rond de 10 euro als iemand switcht tussen dag- en avondvariant. Arrangementskosten worden bewust niet geswitcht. We beginnen even klein. Ja, zeg maar daarop. Ja, dat is raar. Gaan we uitzoeken. Oké, gaan we uitzoeken. Als een student, komt hij 2 minuten te laat was met het inleveren van werk online, was het voor ons niet moeilijk de inleverknop weer even open te zetten. Maar werden administratiekosten gevraagd van 25 euro voor een klik op de knop. Onbekend. Ja. Studenten worden bewust niet gewezen op extra gemaakte kosten. Er is ons expliciet gezegd dat wij de studenten hier niet op moesten wijzen. Dit soort dingen vormen het verdienmodel. Je kan modules volgen en elke module heeft dan een jaartermijn. Ja. Zeg ik goed, ja? Als een student de module opnieuw moet doen, krijg je 50% korting op de kosten, maar is nog steeds een hoop. Inhoudelijk wijzigt de module dus niet. En je krijgt dan geen nieuwe boek of materiaal opgestuurd, maar de kosten worden wel even goed in rekening gebracht, 125 euro. Studenten zien dat bijna nooit, pas achteraf op een factuurtje een keertje. Onbekend, dus onbekend. Zet hem op de lijst voor de mail, ja. Ja, gaan we ook veranderen dan, toch? Deze eerste drie, als je dat allemaal niet weet en het is allemaal waar, dan gaan we het veranderen, toch? Ja, dat denk ik. Oh, ja. Als je een module opnieuw moest volgen, moest je 50% van de kosten betalen. Maar inhoudelijk veranderen de modules bijna nooit. Dat weet ik, want ik had contact met de onderwijsontwikkelaars. Je betaalt dus ook voor materiaal wat je al in huis hebt. Tussentijdse kosten, stopzettingskosten of kosten betalen omdat je bent gestopt. Ja. Dus dat, expliciet dat. Allebei die mensen zeggen... Dat kost helemaal geen geld. Daar wordt veel te veel geld voor gevraagd. Dit zijn waarschijnlijk administratiekosten voor het stopzetten. Ja, die onevenredig hoog zijn. Oké. Ja, wist je ook niet? Nee.
Dat is wel een avontuurlijke dag voor jou, dit. Nee. Ja, we zijn er ook niet, we zijn er ook niet voor Jan Lul, jongens. Nee. Is sowieso een avontuur. Dit is sowieso een avontuurlijke dag. Maar dat ga ik uitzoeken. Er zijn situaties geweest waarin concreet is gezegd, we gaan mogelijkheden omtrent terugbetaling niet actief naar studenten communiceren, tenzij ze erom vragen. Kwaliteit van het onderwijs, dat is eigenlijk wat iedereen daar zegt. Iedereen die wij spreken, of dat nou klanten zijn, of dat nou werknemers zijn, die zeggen, wij leveren geen goede kwaliteit van onderwijs, dat is waarom mensen stoppen. Modules zijn achterhaald, dat was vorige keer ook waarom ik hier was. Als het gaat om een ICT-opleiding, is het materiaal van 10 jaar geleden. Wat gaan we daar nou aan doen? Ja, ik moet je zeggen dat jij hebt verhalen gehoord. Ja. Ik weet niet, hoeveel heb je er gesproken? Aardig wat. En dus ex-medewerkers. We hebben 200.000 studenten per jaar. Ik denk dat jij nu de negatieve uitzonderingen hebt gesproken. Want anders kan ik niet verklaren... Maar snap je in het daglicht van wat wij dus horen over... Tuurlijk, dit bedrijf is er om geld door te berekenen aan studenten. Nee, dat snap ik niet. Nee. Want, maar snap je dan dat in dat... maken kost geld. Dat is toch logisch? Nee. Dat is heel logisch. Ik vind het niet zo gek. Maar, alleen, jij hoort nu een aantal... Nee. Er is niet alleen... Je hoort nu een aantal. Ik heb RTL Nieuws goed bijgehouden. Ja. Ik heb de zaken bijgehouden. Ik heb de uitspraak van de Hoge Raad bijgehouden. Ja. Heb ik ook net uitgelegd. Klasker was hier vorige keer. We hebben zelf zo'n zaak gehad. Dus ik wil weten... in dat licht, in dat kader, er te veel geld. Nou, zij zeggen allebei van wel. Ja, allebei. Ja. En gelukkig die 200.000 studenten per jaar. Nee. Gewoon de klokkenluiders van binnenuit. Dan hebben zij het mis. Er zijn enorm veel klachten over de kwaliteit van het onderwijs, van zowel studenten als docenten. Veel modules waren bijvoorbeeld niet up-to-date, terwijl de student hier wel voor betaalt. Oké, eerst hebben we even de klachten voorgelegd per mail, dus aan NCOI. En deze gaan over de kwaliteit en actualiteit van lesmateriaal. Zij zeggen, wij houden ons aan de voorwaarden van de Consumentenbond. En zij zeggen, ja, bij zo'n groot studentenaantal, want het zijn echt heel veel studenten, kan af en toe wat fout gaan, maar dit zijn de uitzonderingen. Ja, dat kan. Mm-hmm. Dat kan. De vraag is, spreekt iedereen daarover? Weet iedereen dat? Plus, dat praat niet goed dat als het fout gaat, dat het fout is. Toch? Als ik 3 keer jouw veetje strik en jij zegt 3 keer dankjewel, daarnaast geef ik je volle hand in je gezicht, dan maakt dat niet goed, toch? Nee, klopt. Nee. Ja, dan hebben we gevraagd, wij horen dat er een bewust verdienmodel bestaat waarin studenten consequent niet worden gewezen op extra gemaakte kosten. Nou, lang verhaal kort, zij zeggen nee, is niet waar. Wij zijn heel transparant in onze kosten. Wat wel gek is, dat wij wel verhalen krijgen over mensen die toch achteraf op een factuurtje nog kosten krijgen. Klopt, dat gebeurt best wel vaak. Dat krijgen we best wel vaak. Ja. Dus dat strookt dan niet met wat zij tegen ons zeggen nu. We hebben een Excel-sheetje gehad, hè? Ja. Van die lui, waarin dus een berekening staat. Het enige is, de namen zijn weggehaald. We kunnen niet checken van wie dat is. Nee, of die kosten kloppen. We kunnen niet checken of die kosten kloppen. Dus we geloven dan maar dat ze daarmee bezig zijn. Ja. Maar meer kunnen we niet doen. Nee. Oké, wil je onze vragen nog even teruglezen en de antwoorden, dan kan dat hieronder. Daar is het wat genuanceerder. Als het gaat over subsidies, dan strookt dat niet helemaal met de uitkomst van wat je straks gaat zien. En daar zou ik even voor blijven kijken. Toch? Dat denk ik wel, ja. Ik ook wel. Ik heb nog wat anders. Ja. Het volgende hebben wij gehoord en even bekeken en even berekend. Ja. Wat we hebben gehoord is dat jullie volgens mij tot 1 september 2019, dus het is hier maar aan de hand, een subsidieregeling hadden. Weet je niet? Wij hebben geen subsidieregelingen, maar er zijn subsidieregelingen van de overheid. Vertel eens. Nee, daar kan ik je niks over vertellen. Hoezo? Inhoudelijk niet. Hoezo weet je dat niet? Ik weet wat weet je wel? Hoezo? Je bent directeur communicatie. Ja, ik weet heel veel wel, maar ik weet niet de subsidieregeling van de overheid. Je hebt al 5 keer gezegd, ik weet het niet. Ja, dat is een goede grap. Dat is zo. Nee, ik weet niet. Ik zou hier nog niet liggen, of wel? Nee. Ik heb misschien wel 6 keer gezegd. Ik doe wel. Tel er een beeld, ja. Je kunt het even terug. Onbekend. 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 Dus onbekend. Zet op de lijst. Ja, dat is raar. Gaan we uitzoeken. Wist je ook niet? Nee. Misschien let op. Vanmiddag. Je hebt de overheid. Ja. Dan heb je NCOI. Dan heb je een leerling. Die overheid geeft aan jullie subsidie. En jullie geven dat als korting aan de leerling. Ik zag net een bedrag staan vanaf €1.250. Jullie schrijven die €1.250 subsidie door naar de leerling. Zo'n opleiding kost per half jaar een semester bijvoorbeeld €2.500. Gemiddeld, toch? Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Okay. Dus wat doet die leerling? Die betaalt jullie €2.500 piek. Dan is het scenario dat zo'n leerling stopt. Ja. Met de studie. Ja. Ja. Nu hebben we even gebeld. Wat er dus aan de hand is, is dat als een leerling stopt, dat hij die €1.250 subsidie aan jullie terug moet betalen. Ja. Ja. Dan is de vraag even, wat doen jullie, en dat is gewoon een open vraag, met die €1.250? Geven jullie die terug aan de overheid of steken jullie die in je ijzak en verdienen jullie dus aan het subsidiemodel? Dat zou heel mooi zijn. Ik wil het weten. Ik kan me niet voorstellen, maar ik denk dat ik dit zo wel voor jou weet. Ja. Dit is een scenario in subsidie.
Ja. De subsidieopleidingen werden geïntroduceerd als een experiment met de overheid om bepaalde opleidingen aantrekkelijker te maken. Maar het werd door NCOI vooral aangegrepen als mogelijkheid om meer mensen binnen te krijgen, terwijl dit eigenlijk niet kon worden gefaciliteerd. Veel mensen waren dan ook totaal niet tevreden. We gaan even naar het officiële gedeelte van de uitvaart. Ja. Mag ik muziek? Jullie krijgen van ons de... stofzuiger. De gefeliciteerd met het pijnlijk overlijden van jullie geloofwaardigheid oorkonde. Alsjeblieft. Gecondoleerd. Dank je. Ik krijg een halve minuut stilte. Dank u wel. Goed, mocht je nou gewerkt hebben of werken bij NCOI, denk je, nou, wat hier gezegd wordt, volgens mij weet ik het tegendeel, zoals onze klokluiders Safar zeggen. Of heb je gestudeerd of studeer bij NCOI, denk je, ja, mijn kosten kloppen dus ook niet. Ik zit in hetzelfde geouwer. Mail ons, boos@bnnvara.nl. Tim. Wens ik jou nog een fijne dag. Dankjewel, jullie ook, jongens. Tot ziens, hè. Oké, het subsidieverhaal. Ja. De vraag is nu, als je voortijdig stopt met zo'n opleiding, moet je dan de subsidie helemaal of deels terugbetalen aan NCOI? Mm-hmm. We hebben dat eerst even gecheckt bij NCOI zelf. Ja. We hebben gemaild en gezegd van, hey, luister nou, dat geld, komt dat nou weer terug, ja of nee? En wat gebeurt daarmee als er overschot is met subsidies? Ja. Er zijn twee antwoorden. 1. Conform de afspraken met DUO worden waar nodig subsidies terugbetaald aan DUO. Ja? Ja? Mm-hmm. Nou, duidelijk. Dus als nodig worden terugbetaald. Ja. Dan zeggen wij, wordt er nou die subsidie die een leerling gekregen heeft en die stopt voortijdig, wordt dat terugverhaald op de leerling en moet hij dat terugbetalen aan NCOI? En daar zegt hij in de mail nee, ja, zegt die woordvoerder. Niet op de leerling verhaald. Niet op de leerling verhaald. Maar wij hebben dus 3 klokkenluiders die zeggen ja. Dus wij dachten... Dat is gek. Ja. Bij DUO bellen. Nou, dat was een heel gedoe, want bij DUO, en we hebben ook het ministerie nog aan de lijn gehad, niemand wist waar dit over ging. Uiteindelijk heeft iemand bij DUO, hebben ze heel netjes gedaan, 2 dagen gegraven naar het juiste loketje, het uitgezocht. En wat zegt DUO? Nou, hoe dan ook, wij verstrekken die subsidies, maar wij ontvangen nooit subsidie die verstrekt is terug. Dus als een leerling of NCOI, een instelling dus, subsidie heeft gehad, moeten zij kijken wat daarmee gebeurt. Wordt dat doorverrekend aan een leerling, et cetera, maar er komt nooit een euro bij ons terug. Ja. Dat staat zwart op wit. Nou, omdat DUO dat dus zei, van wij krijgen nooit geld terug. En NCOI zei, wij krijgen wel geld terug. Omdat de klokkenluiders zeiden, leerlingen moeten altijd terugbetalen de subsidies als ze voortijdig stoppen aan NCOI. En NCOI zei, nee hoor, dat is niet waar. Dachten wij, dan blijft in ieder geval dus volgens NCOI ergens subsidiegeld hangen wat weer terug naar DUO gaat. DUO zegt, we krijgen nooit subsidie terug. En het verhaal over, wat gebeurt er nou met die subsidies vanuit die leerlingen? Ja. Dat klopte allemaal niet. Het is een zootje. Niemand wist waar hij het over had. Ze hebben nog even 1 keer gebeld naar Alex, de woordvoerder, die heel de tijd geen idee had. Als wij iets vroegen, weet ik niet. Nou, kan. En daar zei hij het volgende. Jullie krijgen dus subsidie, hè, van DUO. Dat wordt niet terugbetaald conform de afspraken. Of terugbetaald conform de afspraken als er subsidie over is, zeg maar. Toch? Dat, ja. En die leerling die stopt, die moeten jullie dan de subsidie wel teruggeven. En jullie zorgen dan dat het bij DUO komt. Wij zorgen in ieder geval dat het bij DUO komt. Ja. En dan, maar jullie trekken dan die subsidie weer in. Dus die subsidie moet dan terugbetaald worden als zo'n leerling voortijdig stopt. Als hij de volledige subsidie heeft gekregen dan moet, en hij stopt voortijdig, dan moet hij dat gedeelte van de subsidie terugbetalen. En wij storten dat weer terug op DUO. Ja, precies. Oké. Nee, dan heb ik dat even helder. Ja. Oké, thanks. Oké, even de samenvatting. Wat NCOI dus doet, is die zegt, wij lokken leerlingen met gesubsidieerd onderwijs. Ja. Dus heel veel leerlingen denken, ja, dat wil ik doen, want dat is fijn en ik draag iets bij in de maatschappij. Nou, uiteindelijk geven ze heel vaak, dat hebben we net gehoord, shitty onderwijs. Voortijdig stoppen er dus leerlingen. Die moeten van NCOI die subsidie terugbetalen aan NCOI, dus de korting die ze ooit gekregen hebben. Maar die subsidie gaat niet terug naar DUO. Dat hebben we zwart op wit van DUO. En dat betekent dus
waar NCOI eigenlijk 2500 euro bijvoorbeeld moet verdienen aan een aantal studiepunten. Als ze die subsidie terugkrijgen, verdienen ze daar 3750 euro aan. Het is gewoon een hele gekke, waardeloze constructie, dit. In acht genomen alle rotzooi die we al gehoord hebben. En de woordvoerder die eigenlijk nergens anders op had, toch? Ja. Dan nog gaan even naar Duo. Check heel even de potjes. Doe het even. Tijd voor de voice-over met een afsluitend grapje. Zo, gecondoleerd allemaal. Het verlies van een geloofwaardig onderwijsmastodont, die trouwens ook LOE over gaat nemen, gaat een maatschappij niet in de koude kleren zitten. Veel huilen en drink genoeg water. Leuk, ga naar de kroeg en scheld, verwerk. En weet, let bij NCOI altijd op de extra kosten en onderwijskwaliteit. Als je voortijdig stopt, pak even de uitspraken van de Hoge Raad erbij. En die subsidies die je terugbetaalt, die gaan dus niet naar onze belastingcentenpot. Tot zover NCOI. Ook boos, mail boos@bnnvara.nl en abonneer op ons kanaal. Groetjes. Wil je nog een filmpje kijken? Kijken. Doe klikken. En vergeet ook niet te liken.